Ik vraag me soms af, is het niet een beetje te veel allemaal? En als er zoiets bestond in het moestuinieren als het lijden aan het augustus-september syndroom, dan denk ik dat ik daar wel aan voldoe. En misschien wel velen met mij. Alles in de tuin wat behoorlijk overweldigend en veel om te handhaven. Dus nou, kijk lekker mee. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Mijn hele gezin slaapt nog, maar ik ben al in de tuin. Het regent een klein beetje. Het is wel super warm, het is een beetje raar weer. En ik dacht, voordat de zon vanmiddag echt hard gaat schijnen, moet ik even... Ik heb preien besteld online, heb ik nog nooit gedaan. Super leuk. Dus deze ga ik de grond in stoppen. Deze bak hier is best wel een zooitje. Best wel, zeg ik, maar dat is denk ik een understatement. Er zitten een aantal rode kolen in die eruit moeten. Er zitten wat courgetteplanten in die het niet goed doen. Dus die haal ik er denk ik ook gewoon uit. En dan heb ik een heleboel aspergeplanten. Heb ik uit zaad gezaaid en die doen het heel erg leuk. Dus die laat ik lekker staan, want die wil ik natuurlijk dat die groter worden. En dat die me over een aantal jaar mooie asperges kunnen geven. Maar de rest van de bak die ga ik redelijk leeg maken. Ik denk dat ik deze planten nog wel laat staan. Deze mooie broccoli planten die zijn doorgeschoten. Ik af en toe oogst ik ook nog de scheuten ervan. Die zijn prima eetbaar. Dus die laat ik staan. Maar de rest van de bak ga ik oogsten en daar ga ik wortels en prei in stoppen. Bij prei moet je eigenlijk mooie diepe gaten maken. En vervolgens stop je ze er dan los in. Oh, het zand is een beetje droog. Dan stop je ze er los in. Wil jij dat doen? Preitje erin. Ja, een klein beetje zand. En de bedoeling is dat de gaten zeg maar langzaam dicht slippen naarmate de tijd verstrijkt. En dan krijg je hele mooie witte stelen. Ik ben daar eigenlijk helemaal... Het maakt mij niet zoveel uit. Het maakt ons niet zoveel uit. Mag ik dat doen? Ja, tuurlijk. Maar dat is wel de manier hoe je preien de grond in zet. Ik heb dat eerlijk gezegd nog nooit gedaan zo op deze manier. Maar met deze preien die ik heb gekocht wil ik dat wel doen. Dus kijken of ze er... mooier uitkomen dan de preien die ik normaal zo plant. Goed zo, Lien. Zullen we er hier ook nog eentje doen? Kan best. Hier zo. Wil jij dat doen? Dat kun je goed diepheden mee. Handig dingetje, hè? Ik weet niet precies hoe dit heet, maar ik heb deze gekocht bij Dille Camille. En nou ja, eerder vond ik het niet zo nodig, maar ik vind het toch wel heel erg handig, zo'n ding. Bijvoorbeeld met prei, maar ook met plugplantjes of wat dan ook. Ja, het werkt gewoon heel goed. Dus ik raad hem aan mocht je nog op zoek zijn naar een handige tool voor in je tuin. Voor op je wensenlijstje. Nou, ga je gang. Jij kan goed preien planten. Weet je hoeveel ik er heb? Ja. 100. Ja. Ja. Die zijn allemaal voor onze preitaarten in de winter. Wortels, er is één vliegje die houdt heel erg van wortel. En dat vliegje vindt prei niet lekker. Dus als je wortel bij de prei zet, dan komt dat vliegje komt niet bij de wortel. En die eet dan de wortel niet op. Handig, hè? Echt één vliegje op de wereld? Ik weet niet of het één vliegje op de wereld is. Misschien wel meer. Er zullen vast wel meer vliegjes zijn die houden van, van wortel. Weet je hoe die vlieg heet? Ja, wortelvlieg, heel goed. Dat is wel een logische naam ook, hè? En je hebt ook de preivlieg. Echt? Mm-hmm. Volgens mij noemen ze die preimeneervlieg. Preimeneervlieg? Ben je daar wel? Nee, volgens mij, ik verzin het niet. Volgens mij is dat echt zo. Grappig, hè? Knip, knip.
Oké, dus ik laat de wortels van mijn kolen laat ik altijd knip in de grond zitten, omdat ik niet mijn aarde al te veel, wow, dit is echt zwaar, niet mijn aarde al te veel wil overhoop wil halen. Kijk nou. Hallo beauty. Hij is echt heel groot. Dit is mijn hoofd. En de kolen, die ga ik in de kruiwagen stoppen, zodat ik ze naar binnen kan brengen voor, nou ja, klaarmaken voor op de plank. Deze kolen, zoals je ziet, ik weet niet of je het goed kunt zien, die hadden allemaal, oh, die gingen allemaal kleine kooltjes aan de zijkant maken. En als ik nou alleen het hoofd had geoogst, dus dit, dan gingen die kleine kooltjes, die gingen verder groeien. En dan had ik nog weer meer kooltjes gehad. Maar ik wou graag de kolen oogsten. Kijk, bij deze kun je het ook heel goed zien. Ik wou graag de kolen oogsten. Dus ik heb ze gewoon in zijn geheel geoogst. Maar dat kun je wel doen en dat is super leuk. Ik laat kolen ook altijd, of altijd, maar wel vaak staan. Omdat het hele mooie bloeiende planten uiteindelijk worden. En dan ja, hebben de bijen er ook nog wat aan. En de insecten. De bestuivers. Kijk, deze die heb ik iets verder al gepeld, als het ware. Want nou, die was net niet helemaal lekker. Dus dit is ook de eerste die ik ga verwerken. Ik denk dat daar iets van een beestje of zo in zat of zit. Ik weet het niet. Maar deze die ga ik straks meenemen naar binnen. Maar ik ga nu eerst verder met de bak en de prei. Lekker plekje heb je daar zo. Moet ik even helpen met trekken? Om in de tomaten en kan natuurlijk niet ontbreken in een tuindagboek. Inmiddels heb ik bijna mijn hele kast leeg, maar dat zul je zien in een volgend tuindagboek. Hier zie je nog dat ik enorm veel tomaten kan oogsten. Inmiddels 53 kilo, daar staat de teller op. En deze prachtige mand met tomaten, die neem ik zo mee naar binnen en kan ik weer lekker verwerken. Het is 10:00 s'avonds en ik heb dit allemaal nog. Er liggen echt ook vreselijk veel courgettes die ik moet verwerken. En nou, ik weet niet hoeveel, maar ik denk wel rustig 10 kilo tomaten die ik ook moet verwerken. Een heel aantal spersiebonen. En dat ga ik vanavond doen. Althans, ik ga proberen zo ver mogelijk te komen. Daar nog wat augurken die ik moet doen. Die ga ik in zout zetten. Die ga ik morgen pas verwerken. Maar ik ga als eerste beginnen met de courgettes. Die ga ik raspen. Als ik zoals vanavond heel veel groenten moet verwerken, dan probeer ik altijd mijn aanrecht zo schoon mogelijk te houden. En alles al goed voorbereid te hebben. Dat betekent dat ik alle afwas van het aanrecht heb. En dat ik de potten die ik wil gaan gebruiken, dat ik die ook al hier heb staan. Dan kan ik mooi door met alles. Deze attachment is echt een lifesaver als het gaat om het verwerken van voedsel. En dan met name het raspen, maar ook in blokjes snijden kan die echt perfect. En ik zal even opzoeken hoe deze attachment precies heet. En dan zal ik hem in de link in de beschrijving neerzetten. Maar dit is echt mijn allerbeste koop ooit. Of nou ja, eigenlijk, ik heb hem niet gekocht. Ik heb hem gekregen van mijn man. En echt allerbeste cadeau ooit. Ik zet, voor nu zet ik de rasp. De attachment zet ik erop. Zo. Dicht. De mengkom zet ik er gewoon onder hier zo. Dan vervolgens dan, gaat de courgette gaat hier bovenin. Ik zet zo meteen mijn KitchenAid aan en alles valt hier gewoon in de mengkom. Ik kan echt heel veel kwijt in die mengkom. Maar ik denk dat ik wel eventjes een zeef nog weer daarin zet.
omdat ik deze courgette ga raspen en die vries ik in. En het is altijd wel goed dat dan heel wat vocht eruit is. Dat is gewoon net wat makkelijker en net wat fijner ook met het verwerken als ik het dan weer uit de vriezer haal. Ik probeer courgette altijd zo klein mogelijk te oogsten, zodat ik niet hoef te schillen, geen zaden eruit hoef te halen. En ja, ik vind ze dan ook gewoon het lekkerst. Hoe groter ze worden, hoe minder fijne structuur ze hebben, vind ik. Maar daarentegen, als je courgettes echt groot laat worden, kun je ze ook drogen. Dus een tijdje laten liggen in de zon, net zoals dat je met pompoenen zou doen. En dan kan je dus ook ze bewaren op dezelfde manier als dat je pompoenen bewaart. Namelijk gewoon op de plank. Zeker de moeite waard als je echt veel en vooral ook dus hele grote courgettes hebt. En je weet niet wat je ermee moet doen. En je hebt geen tijd om ze te verwerken zoals ik dat nu doe in de diepvries. Dan is dat dus een hele mooie optie. Zachte groenten zoals deze schijn je je KitchenAid op de hoogste stand te kunnen zetten met raspen. Ik doe dat niet. Ik vind dat net wat te hard gaan en in de KitchenAid ontstaat dan ook best wel veel schuim en ook rasp wat zeg maar niet naar beneden valt, maar wat gewoon bovenin blijft hangen. Dus ik vind dat niet zo fijn, dus ik zet hem meestal op stand 6 of 8. En dat gaat super goed. Dan wordt hij heel mooi, makkelijk naar beneden en ja, is het zo geraspt. Ik druk nu nog eventjes de courgette een beetje wat tegen de zeef aan, zodat er de vocht die in de courgette zit, dat ik die er een beetje uit heb. Wat ik al zei, op het moment van invriezen, dan als je daarna de boel weer ontdooit, dan is zoveel vocht is eigenlijk helemaal niet handig. Van de courgette maak ik courgette soep op het moment dat ik het uit de diepvries haal. Ik gebruik het ook in groentesoepen. Ik verwerk het door pasta sauzen, stoofschotels, van alles en nog wat. En je kan er ook heel lekker zucchini bread noemen ze dat in het Engels. Oftewel courgette brood van maken. En dus je kunt het super veel met courgette doen als het geraspt is. Dus ik vind dit een ideale manier van verwerken. En ik denk dat ik met deze snelheid nou, in ongeveer een half uurtje alles wel heb verwerkt. Deze augurken gewassen, alhoewel dit zijn geen augurken, dit zijn komkommers van het ras vroeger Russische. Maar deze die ga ik ook inmaken zoals ik de komkommers inmaak, omdat ik domweg gewoon nu te veel komkommers heb. Nou ja, goed, ik kan ze ook gewoon inmaken als augurken. Wij zijn dol op augurken, dus prima. Als je augurken maakt, dan was je dus eerst de stekeltjes eraf. Er zitten allemaal kleine stekeltjes op augurken. Die was je er eerst af en dan vervolgens leg je ze, tenminste ik doe dat, ik leg ze in een kom met wat zout. Dat zout dat strooi je er overheen, zoals ik nu hier zo doe. En vervolgens dan laat je dat 24 tot maximaal 48 uur staan. En wat dat zout doet, dat zout dat trekt al het vocht uit. Of nou ja, in ieder geval een heleboel vocht uit de augurken. En dan hou je augurken knapperiger op het moment dat je ze gaat inmaken. Deze augurken die heb ik nu 12 uur staan. Even kijken of je dat goed kunt zien. Nee, je kunt het niet goed zien, maar onder deze augurken, of in deze augurken, in deze kom, zit al een heel laagje water. En dat is eigenlijk alle vocht wat er is uitgetrokken door het zout. Er zit een beetje een rossige waas overheen, maar dat komt omdat ik Himalaya zout gebruik.
verder niet erg. Dus deze die ga ik terugstoppen in de koelkast. Deze zet ik ernaast. En dan ga ik vervolgens morgen ga ik deze augurken inmaken. Maar eerst dus in het zout. En het vocht er een beetje uittrekken. De tomaten die zijn bijna klaar in de oven. Dus terwijl die bijna klaar zijn, ga ik door met de bonen. De potten van de bonen die steriliseer ik ook in de oven. Dus zometeen als de tomaten klaar zijn, dan zet ik de oven op 130 graden. En dan ga ik ook nog eventjes snel de potten steriliseren. Dan kunnen de bonen erin, dan kan de wekketel aan. En die laat ik gewoon aanstaan. Ik heb een volautomatische wekketel. Dus die laat ik gewoon aanstaan totdat het programma klaar is. En dan kan ik morgenochtend de gewekte potten uit de ketel halen en wegzetten. Heel makkelijk. Ik heb in een vorig tuindagboek laten zien hoe ik de bonen allemaal wek. En dat doe ik vaak in batches. Dat vind ik fijn. Dus dan blancheer ik een hoeveelheid wat precies in een pot past. En dan vervolgens stop ik dat in de pot. En dan ondertussen snij ik dus ook al de volgende batch. Dus dat is een beetje hoe ik dat doe. De echt dikke bonen waarbij ik twijfel of die nog wel lekker zijn, die haal ik er tussenuit. Er zijn een aantal bonen waarvan ik denk, jullie hebben wel heel lang gehangen. Die haal ik er tussenuit en die stop ik in een aparte pot. Ondertussen hebben de augurken 24 uur in het zout gestaan. Of nou ja, die ene kom 12 uur en de andere kom wel 24 uur. En ik ga hier de potten opmaken om de augurken in te maken. En daar doe ik jeneverbessen in. Wat dille uit eigen tuin. Vervolgens wat korianderzaad. Eigenlijk hoort mosterdzaad bij augurken, maar ik had niet anders. Dus ik deed er nu korianderzaad bij in en dat kan ook prima. En twee kleintjes of één groot laurierblad. En dat doe je ook weer om die augurken mooi knapperig te houden. Vervolgens vul ik de potten met alle augurken. De augurken die heb ik in plakjes gesneden, want dat is hoe we ze het liefste eten. Nou, op het moment dat ik ging editen, kwam ik erachter dat ik helemaal verder niks heb opgenomen over de rest van hoe ik mijn augurken inmaak. Dus dat ga ik nog eventjes snel vertellen. Ik steriliseer de potten, logisch. Vervolgens heb ik een standaard recept, altijd mijn go-to recept, die ik gebruik. En dat is 100 ml water, 200 ml azijn en 3 eetlepels suiker. Dat maakt dan 300 ml inmaakvloeistof, als het ware. Ik heb ongeveer 150 ml tot 200 ml nodig per pot. Maar als je dat niet weet, dan kun je eerst even je augurken in je pot doen. Vervolgens even aftoppen met water en dat water, dat meet je dan even af en dan weet je dus ook hoeveel je per pot ongeveer nodig hebt. Dan keer het aantal keer wat je nodig hebt. Zo vaak vermenigvuldig je dan ook het recept. En als ik wat over heb van de inmaakvloeistof, dan stop ik dat gewoon in een fles. Dan zet ik het weg. En na 1 of 2 weken, als ik weer ga inmaken, dan kan ik die fles pakken. En zo heb ik dus geen waste. Dan kan ik het gewoon weer opnieuw gebruiken voor nieuwe potjes augurken. Terug naar de video. Het is
maandagavond en ik ga de pompoenen oogsten. Een moment waar ik zo lang op heb gewacht. Dus een nichtje van mij die haalt nu nog even snel haar laarsjes op, want die wil heel graag helpen. En Robert die is heel druk bezig met de straat, zoals je kunt zien. Is net begonnen met het pad. Die loopt helemaal naar achter door in de tuin. En wij gaan pompoenen oogsten. Nou, dit is het pompoenen, de pumpkin patch, zeg maar. Hier achter de bakken. Ook allemaal nog pompoenplant. Maar kijk, zoals je ziet, is het hier al helemaal aan het doodgaan. Oh, sorry. Er staat een schaap naast ons van de buren. Die blaat af en toe heel hard. Ik hoop dat je mij een beetje goed kunt verstaan. Maar zoals je kunt zien, gaat de plant dus behoorlijk dood. En is het echt tijd om te gaan oogsten. Ik heb vorige week al één pompoen geoogst om te kijken of dat een beetje goed ging. En deze is hartstikke goed. Ik had toen geen tijd om de rest te oogsten. Dus dat gaan we nu doen. En Liekje, die helpt mij. Dus Lieke, nou dat was flink tillen hoor. Want het zijn echt mega pompoenen. Kijk, en zoals je ziet Liek, zie je dat er helemaal een soort van poeder op de bladeren zit. Dat noemen ze meeldauw. Oh, ik weet niet. Ik denk niet dat jij deze kan tillen. Wil je hem proberen te knippen? Oh, hij is echt dik. Moet je hem een beetje hier knippen bij de plant, zeg maar. Ga je gang, probeer het maar. Anders moet ik even de grote knip gaan pakken. Lukt dat? Wauw, je bent goed erin. Uitgehaald, 15 inclusief de butternut. En nou, hier deze ga ik op de plank leggen en dan kan ik heel wat moois mee. Het is dinsdagavond en ik heb knetterveel courgettes aan de planten, mega veel augurken en komkommers en van alles wat ik moet doen in de tuin. Maar er is één ding belangrijker en dat is dat we onze haan gaan slachten. En Robert, mijn man, is nu alles aan het klaarmaken en we gaan de haan slachten, want er zit een kip op eieren en we willen de haan sowieso weg voordat de eieren uitkomen. En daarbij, ik durf gewoon echt niet meer achter het hekje. Gisteren probeerde ik te voeren en toen viel die me ook gelijk weer aan en we zijn er helemaal klaar mee. Het is goed geweest met die haan. Dus ik zei vanavond aan tafel, wanneer gaan we die haan slachten? Nu, zegt Robert. Dus dat gaan we doen. Wij slachten onze hanen zelf. En daar heb ik een video over gemaakt. En die zal ik even hierin linken. Echt, best wel een lange intro, lang verhaal. Maar laat wel goed zien waarom we onze hanen zelf slachten. En ik denk ook dat het, als je vlees eet, dat het iets heel goeds is om te weten waar je vlees vandaan komt. Met het slachten van onze hanen weten we natuurlijk precies waar ons vlees vandaan komt. En deze haan hadden we graag nog wat langer gehad, maar ja, hij is zo agressief, dat gaan we niet meer doen. Dus tijd voor een nieuwe haan misschien, over een jaartje of zo. Maar ik denk dat we eerst maar eens gewoon even zonder haan onze kipjes hebben. We krijgen toch kuikens nu. En nu zo met Robert hier, dan durf ik het wel aan. Maar ik durf het eigenlijk helemaal niet aan om hier te lopen. We gaan een tafeltje klaarzetten. We hebben een emmer waar we al het afval in doen. Kijk, nu staat hij daar nog. Ja. Maar straks is hij er niet meer. Ja, kijk, nu komt hij op me af. En dat durf ik dus echt totaal niet. Oeh, kijk, hij rent. Kijk, dan komt hij gewoon naar me toe rennen. Ik durf het gewoon echt niet. Een beest. Gaat hij volgens mij ook gewoon kukelen om te laten weten dat hij de baas is. Wij staan hier nu weer achter het hekje. Hij heeft ons weggejaagd. Ik wacht wel even tot Robert hem te pakken heeft.
Hij is echt groot, hè? Oké, nu durf ik wel te komen. Ja. En daar hebben we de slagtrechter. Ja, hè? Deze kun je wel eten. Ik kan hem niet eten. Nee, ik ook niet. Wat is dat? De tonnen. Wat zeg je? Wat is dat? Wat is wat? Dat. Wat je nu aan het is dat? Wat je nu aan het snijden. Nou, dit is. Dan halen we. Het vleugeltje maken we wat kleiner. We snijden nu zeg maar de puntjes eraf, zodat we makkelijk het velletje eraf kunnen trekken. Nadat ik de pompoenen heb geoogst en oh, ik moet echt de tuin in. Het is ontploft. Hey Donna. Komt een klein meisje aanlopen. En de tuin is echt ontploft. Echt vreselijk. Dus ik moet de tuin in. Ik zal even laten zien. Nou, deze bakken zie je niet eens meer. Deze bak hier, helemaal Oost-Indische kers, wortels. Wat zit er nog meer in? Lente-ui, van alles nog wat. Nou, deze courgetteplanten die zijn echt vreselijk groot. Ik heb zo ontzettend veel courgettes die ik moet oogsten. Let je 3 dagen niet op en het is gewoon ontploft. Dit zijn augurkenplanten. Nou, die zijn helemaal dood. De laatste augurken die hangen eraan. Die ga ik oogsten en ik ga augurken inmaken. En dat ga ik ook doen met... En dat ga ik ook doen met deze komkommerplant. Want hij hing hier aan een touwtje. Ging heel mooi zo de kas door. Oh, daar zit een vlinder. Die moet ik straks even redden. Maar hij ging heel mooi zo de kas door. Maar hij is naar beneden gevallen. Hij is te zwaar geworden. En er zitten echt enorme komkommers ook aan. Even kijken of ik wat kan vinden. Dit dus. Oh, echt. Dus deze ga ik ook inmaken. Ook augurken van maken. Gewoon plakjes. De kas ziet er nu zo uit. Echt ook even om de komkommerplant heen. Echt ook nog ontzettend veel wat er aan de planten zit. En mijn moeder die komt volgende week. Dag moppie. Mijn moeder die komt volgende week. Komt ze me helpen om tomatensaus te maken. Dus dat scheelt enorm. Ik zie dat de kippen hier hebben aangezeten. Oh. Oh, jongens. Tomaten zijn eigenlijk helemaal niet goed voor kippen. En toch eten ze eraan. Nou ja, goed. Deze die ga ik nog wel oogsten. Want ik kan het gewoon eraf snijden. En dan kan ik daar nog wel wat van maken. Dus ik ga alleen de tomaten oogsten die echt nodig zijn. Daar liggen er ook wat op de grond, zie ik. Dus dit is ook super grappig. Ik heb pastinaak laten staan van het voorjaar. En dat is in zaad geschoten. En nu heb ik overal pastinaakplanten. Oh, oh, oh. Nou ja, daar moet ik dus ook, dat moet ik ook gaan uitdunnen. Want ik laat wel een deel staan. Super grappig. Dat heb ik dan gewoon onder mijn houtsnippers. Groeit dus pastinaak. En dan de bonen. Hier heb ik ook al heel lang niks geoogst. Dus die zijn hartstikke dik. Ik denk dat ik deze laat hangen. Vervolgens droog en dop. Want ze zijn al ontzettend dik. En ik weet niet welke nu nog goed zijn en welke veel te dik zijn. Wat volgens mij de meeste van deze bonen zijn. De meeste die zijn gewoon te dik. Dus zonde, maar ik kom er gewoon niet aan toe. Ik heb gewoon te veel te doen. Hier komt nog wat wortel op wat ik heb gezaaid aan de hand van mijn zaaien in augustus video. Grappig, want er komt ook gewoon weer aardappel boven. Nou, dat laat ik maar gewoon staan. Misschien dat daar nog wat aardappels uitkomen hier en daar. Kolen heb ik allemaal geplant. Ik heb preien heb ik geplant. Nou, dat heb je gezien als het goed is in deze video. Venkel komt nog op. Hier staat allemaal venkel. Nou, de Oost-Indische kers doet het als een malle.
wortels hier zo nog. Die moeten er ook allemaal uit. Ik heb snijbiet heb ik in zaad laten schieten. En daar kan ik nu ook de zaden van oogsten. Hier staat ook nog een flinke komkommer in het midden. Dag kippies. Even het hekje dicht. Ik wil niet dat ze hierin komen. Courgettes die ik moet oogsten. Ik denk dat ik een deel ook naar de varkens doe. Dat heb ik gisteren trouwens ook al gedaan. Toen heb ik ook al heel wat naar de varkens gedaan. Kijk. Daar staan de preien. 130 preien in totaal. Hier staat ook heel random, maar een framboos die is gaan groeien in de tuin. Nou, die heb ik laten staan, maar die moeten nu eigenlijk wel uit. En ook allemaal nog kleine stekjes hier en daar. Nog een courgette. Het houdt niet op. Dus, daar gaan we. Door er gewoon een stok tegenaan te zetten. En dan is het eigenlijk een soort van klimmer. Want hier zit de enorme stam en die gaat dan zo mooi een beetje omhoog. Daar laat ik hem dan tegenaan groeien. En daarmee help je me een beetje om nog wat langer goed te blijven. Eigenlijk is dit een beetje hoe ik mijn courgette zou willen hebben. Qua formaat met oogsten. Maar goed, de meeste zijn al zo of groter. Dus nou ja, goed. Ik denk dat ik ze ga raspen. En misschien voor de varkens, dat bedenk ik zo meteen. Ik heb er nog veel meer om te oogsten. Dus helemaal onder de aardappels bedolven gezeten en wou maar niet groeien, heeft best wel een slechte start gehad, maar er zit toch wat aan en ik ga deze mais oogsten. Ik ga ook een aantal kolfjes laten zitten omdat ik graag nieuwe zaden wil hebben en ik vind maiszaden zo duur. Er zitten er maar een paar in een zakje. Wel, mais is een van de makkelijkste groenten om zaden van te oogsten. Dus ik laat er gewoon een paar zitten en dan heb ik mooi weer wat voor volgend jaar. En dan kan ik mooi wat meer zaaien, mooi op een soort van veldje. Dat is eigenlijk mijn plan, want wij zijn best dol op mais. Dus ja, dat. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik kan niet wachten om te kijken wat eronder zit. Dus ik ga er eentje openmaken. Ik ben best wel heel trots. Kijk nou. Oh, wat een mooie dikke maiskorrels. Ondanks dat ze dus behoorlijk klein zijn gebleven, zijn de maiskorrels wel heel mooi groot. Hij is niet helemaal mooi bevrucht zoals je ziet. En dat heeft echt te maken met dat ik de mais eigenlijk niet goed genoeg in een groepje echt veel dicht bij elkaar heb. Want ze bevruchten elkaar. Elk draadje bevrucht één maiskorrel. En ja, ze hebben elkaar echt nodig. Dit bevrucht zeg maar de draadjes. Dus hoe meer en hoe dichter je je mais bij elkaar hebt staan. Ik ga even in beeld. Hoe meer en hoe dichter je je mais bij elkaar hebt staan, hoe beter de bevruchting is. Nou, is dit nog best wel oké? Ik ben echt trots. Ik laat er een aantal, zoals ik zei, aan de plant en de rest ga ik oogsten. Een beetje overwhelming. Er is zoveel te doen en elke keer als ik in de tuin sta, dan zie ik weer wat en dan weet ik niet waar ik moet beginnen. Dus dan oogst ik de mais en dan denk ik, oh shit, de selderij moet ook nog geoogst worden. Dus ik moet prioriteiten stellen. Dat betekent dat ik de bonen nu laat hangen. Die ga ik net zoals vorig jaar gewoon laten hangen en die ga ik wel doppen als ze droog zijn.
dat heb ik in januari of zo heb ik ze gedopt dit jaar. En toen zei ik, oh, dat ga ik echt niet doen, rotklus. Maar goed, dat is 2 uur in januari. Dan heb ik alle tijd, die heb ik nu niet. Dus ik laat ze nu hangen. Ik ga ook niet meer kijken wat er wel te oogsten valt, want het meeste is gewoon dik. En ik ga nu de pompoenen en de kolen ga ik op de plank leggen. Ik heb het gevoel dat ik alles gedaan moet hebben, wil ik dan een tuindagboek kunnen afsluiten. Dat is nou eenmaal niet zo. Volgende keer zul je me vast de selderij zien oogsten, de lenteuitjes zien oogsten, de wortels moeten nog de grond uit. Er groeien ook nog een heel aantal wortels, die laat ik zitten tot in de winter. Nou, de kolen die groeien, dus dat gaat allemaal goed. Er gaat ook een heleboel goed, maar er gaat ook best wel wat fout. Dat is gewoon zo. Ik ben mezelf aan het pushen en pushen, omdat ik gewoon heel graag voor een jaar aan groenten uiteindelijk op de plank wil hebben. En nou ja, dat is elke keer weer een les. Uitvogelen hoe je het makkelijkste je groenten in de zomer, op het moment dat de oogst op zijn hoogst is, hoe je dat dan weer kunt verwerken. Dankjewel voor het kijken en hopelijk tot een volgende keer. Sorry voor dit chaotische tuindagboek, maar superleuk dat je keek. Doei!